zijn van harte welkom op de Vrije School Meander, want het is vandaag carnaval. Zijne koninklijke hoogheid, prins Kelim de Eerste en haar koninklijke majesteit, prinses Isa de Eerste. Met zwaar gemoed, maar met heel veel eer, overhandig ik u de scepter van de school. Wees er zuinig op. Dag, prins en prinses. Ja? Ja. Jij was, als ik goed heb onthouden, prins Camille? Of ja. Ja. Zoiets. Ja. En jij was prinses Isa. Ja. Zeg, wat moet je doen? We zijn hier op de Vrije School Meander. Wat moet je doen als je prins en prinses carnaval bent? Je moet vooraan met de... Met de optochten. Ja. En je moet jury zijn en zo. Dus oh, jury. Ja. En wat moet je jureren? Nou, je moet jureren een soort van danswedstrijd. En we mogen straks ook nog een soort van de beste, iemand die het best verkleed is, mogen we straks uitkiezen. Want het is hier een echt feest op school. Alle klassen doen mee. Alle klassen zijn versierd. Jullie hebben vanmorgen al een polonaise buiten gedanst. En hier op zolder hebben jullie een geweldig dansfeest gehad, hè? Ja, met echte muziek, een echte discjockey erbij. Mm-hmm. Ja, doen jullie dat ieder jaar? Ja. En jullie hebben het ook meegemaakt toen je nog in de kleuterklas zat? Ja. Leuk eigenlijk, hè? Mm-hmm. Hoe word je nou eigenlijk tot prins gekozen? Dan moet je denk ik wel heel goed alle carnavalsnummers kennen, of niet? Ja, ook wel, maar... Wij hebben het eigenlijk gewoon een soort van gevraagd. Ja, want jullie wilden het graag. Ja. En jullie kunnen het ook goed, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja. En jij ziet er als prinses prachtig uit. Zijn die kleren van jou of heb je die van school? Nee, ze zijn van een vriendin van mij. Oh. En ja, ik heb zelf ook nog met vriendinnen dan nepnagels en zo. Dus oh, het is niet kijken. Let's kijken, de nepnagels. Nou, ze lijken wel echt hoor. Maar het zijn in ieder geval echte prinsessennagels. Ja. Hey, mag ik jullie bedanken voor dit korte interview en jullie nog veel plezier wensen vandaag. Ja, wat zeg je als je carnaval, als je prins en prinses bent, wat zeg je dan bij carnaval? Allah. Muziekinstrumenten uitbeelden. Maar wie is de dirigent? De dirigent. Wij kijken stiekem naar de dirigent, want de dirigent die verandert steeds. Die doet ons ook een les. Ja, zie dat? Veranderd hier weer. Alweer veranderd. Wie zou de dirigent zijn? Tommy. Goed zo. Hij durft te raden. Prima. Maar het is niet goed. Tommy is niet de dirigent. En dan verandert hij weer een keertje, want anders wordt het te moeilijk voor Otto natuurlijk, hè? En wie is de dirigent? Die staat nu op. En dat is mij. Ik weet niet waar wie ik zou. Ik vis. Heel snel. Dan mag jij iets zeggen. Is dit een tata? Yeah.
lekker. Ik ga hier eens kijken. Als je dat bal helemaal gekleurd hebt, dan is dat dus een carnaval gekleurde bal. Hé, hey, er komt wel even een applausje bij. Goed zo, Amy. Hé, geweldig, hè? Is het een warm pak? Ja. Ja, dus doe maar gauw uit, want je gaat nou pannenkoeken eten. Ja. Ja, dat dus even wel aan. Hé, het ziet er leuk uit als een Oh, that is a hack.
hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ja!